Oké, hartstikke goed. Dank voor de uitnodiging en dank voor de introductie. En ik vind het hartstikke leuk om hier vandaag iets over Irma te kunnen vertellen. En als ik heel eerlijk ben, Irma is een klein beetje ons kindje geworden. En Irma, daar ga ik van alles over vertellen. Zoals Remco net al zei, ik ben promovendus aan de Radboud Universiteit. En wij maken ook deel uit van het Privacy and Identity Lab. Vandaar dat dat logo af en toe op mijn slides verschijnt. Nou, deze heren, die drinken na afloop van hun werkdag een biertje. En gezien hun uiterlijk hadden ze ongetwijfeld niet heel veel problemen om dat biertje te kunnen bemachtigen. Toen ik vorige week bij de slijter een fles drank ging halen, had ik daar gewoon mijn paspoort voor nodig. Ik weet niet of ik dat dan als compliment moet nemen of als belediging, maar dat laten we dan maar even in het midden. Maar voordat ik deze fles mocht kopen, mocht ik eerst mijn paspoort laten zien. En wat doet deze beste man daar dan mee? Die kijkt van wanneer ben ik geboren, 1986, het zal allemaal wel goed zijn. Oké. Nou kunt u uitrekenen hoe oud ik ben, doe dat alsjeblieft niet. Op het moment dat ik dit in een online scenario zou doen, hoe zou dat dan in zijn werk gaan? Nou, ten eerste is er op dit moment niet een digitaal alternatief voor een paspoort. Er zijn een aantal in ontwikkeling, maar in ieder geval in Nederland hebben wij op dit moment geen digitaal alternatief voor een paspoort. Stel ik zou dat wel hebben. Stel ik heb een digitaal paspoort, daar staat in Wouter Lux, geboren 28 december 1986, burgerservicenummer. Ergens nog dat ik in Groningen schijn te wonen. Daar staat dus veel informatie over mij in. Veel meer informatie dan die online slijterij strikt genomen van mij nodig heeft. Die hoeft namelijk alleen maar te weten dat ik ouder dan 18 ben. En daarmee is de kous wel afgedaan. Dus in een online scenario geef ik te veel informatie. Maar aan de andere kant, dat geef ik ook gewoon aan de slijter om de hoek. En waarom is dat online nou een probleem? Online is dit een probleem, in ieder geval voor mij, omdat het online allemaal digitaal is. En alles wat digitaal is, dat weet u allemaal. Eén druk op de knop en al die informatie is opgeslagen tot, weet ik veel, zolang als de slijter dat belieft. En niet alleen maar dat ene vlaggetje dat Wouter ouder is dan 18, maar ook meteen alle andere velden, want dat is wel zo handig. Dus daar zit een imbalans. Die slijter die vergeet meteen weer dat ik in 1986 geboren ben. Dat vindt hij helemaal niet interessant. De burgerservicenummer, dat heeft hij überhaupt niet gelezen. Online, burgerservicenummer, 10, whatever, allemaal opgeslagen. Dat is waar Irma om de hoek komt kijken. Irma probeert hier weliswaar met een digitaal alternatief te komen, maar ook met een alternatief dat privacy biedt. Wat gebaseerd is op attributen. En burgerservicenummer, naam, leeftijd zijn allemaal dingen die wij attributen noemen. En wat kan ik daar nou mee doen? Waarom is dit nou privacyvriendelijker dan het sufferpaspoort dat ik eerder noemde? Ik kan selectief zeggen van ik wil wel mijn leeftijd laten zien, maar niet mijn naam, niet mijn burgerservicenummer. Dus ik kan selectief informatie geven. Nou, dit geheel hebben wij geïmplementeerd op een chipkaart. Behalve dan dat chipkaarten leuk en veilig zijn, kan ik die ook in mijn zak houden en heb ik dan op dat moment een actieve handeling waarmee ik iets kan laten zien. Dus in tegenstelling tot waar dat standaard op mijn computer staat en dat met een klik, al dan niet door mij of door malware, geactiveerd wordt, heb ik nu een actieve handeling waarbij ik iets daadwerkelijk moet pakken en moet gebruiken om een extra beveiligingslaag in te bouwen. En dit heeft een stapel software opgeleverd, niet alleen maar op de chipkaart, maar ook aan de andere kant, aan de kant van de partij die daadwerkelijk dit kan controleren. En we hebben al die software netjes open source gemaakt, zodat iedereen daar later mee aan de slag kan. Mocht een van u dat willen, graag rustig gang. Kom later nog even bij mij langs, dan kunnen we daar eens over praten. En een van de uitgangspunten is, de gebruiker moet zelf controle hebben over wat er gebeurt. Dus op het moment dat ik mijn Irma-kaart gebruik, moet ik zelf aangeven in principe van ik laat dit zien, dus ik laat wel mijn leeftijd zien, maar niet mijn burgerservicenummer. En dat is een uitgangspunt bij veel attribute-based credentials, maar dus ook bij die van ons. En op het moment dat je dat gaat doen, bouw je een heel ecosysteem en dat is een van de dingen waarmee ik denk dat dit onderzoek zich onderscheidt van de andere dingen die ik in ieder geval normaal gesproken doe. Hier is niet het resultaat een paper die ik op een conferentie publiceer met vakgenoten, maar hier is het resultaat een daadwerkelijk werkend systeem. En op het moment dat je dat doet,
kom je allemaal interessante dingen tegen. Dus je begint hier, ik kan dat misschien ook zo doen. Dus je begint hier en je zegt, die infrastructuur moet open zijn. Iedereen moet iets op die kaart kunnen zetten. En op het moment dat je dat doet en dat gebouwd hebt, kom je tot de conclusie, dat is niet privacyvriendelijk. Daar zitten problemen. Blijkbaar heb ik governance nodig. En waar dat precies om de hoek komt, komt in het vervolg van mijn verhaal aan bod. Nou, tot slot nog even een laatste reclamepraatje. Daarna hou ik daarmee op. Dit is een samenwerking tussen Radboud, TNO en Surfnet. En later ook de andere partners in het PI Lab die daarbij betrokken zijn geweest. Op het moment dat ik een... Dus dit is best wel een grote groep ondertussen. Op het moment dat ik een attribute-based credential heb, dan heb ik dus attributen. En een attribuut is leeftijd, naam, telefoonnummer. En die kan ik laten zien zonder dat ik daarmee meteen ook moet vertellen dat ik Wouter Lux ben, geboren ben in Emmen, geboren ben in 1968 en mijn burgerservice nummer begint met 10 nog wat. Oké, als ik nou zo'n stapel attributen heb, dan kan ik die verzamelen in, en daar komt het woordje credentials eindelijk om de hoek kijken, in een credential. Dit is een voorbeeld van een credential. En een credential is een veilige verzameling van attributen. En mocht u nou voor zichzelf een hint van een idee hebben waar dit nou op kan lijken, nou denk nog even aan een X509-certificaat. Ik heb daarbinnen een aantal velden en die kunnen waardes bevatten. En ik moet daar heel voorzichtig mee zijn, want het tweede ding wat ik u moet vertellen is, het is geen X509-certificaat. Ja. Maar ik heb daarbinnen daadwerkelijk attributen. Ik heb daar nog iets anders, namelijk een private key, in zekere zin net als bij een X509-certificaat. Daarmee laat ik namelijk zien dat dit certificaat daadwerkelijk van mij is en dat ik dat niet van de buurman gestolen heb. Tot slot zit er nog een expiry date in, niet zo spannend. Dit certificaat, dit credential, wordt uitgegeven door een credential issuer. Een partij die iets zinnigs over mij kan zeggen. Bijvoorbeeld, de gemeente kan zeggen dat ik in Groningen woon en dat ik ouder ben dan 18. En misschien kan Madison Gurka zeggen dat ik vandaag hier een deelnemer ben aan dit congres en ook nog eens een spreker ben. Dat is toch hartstikke leuk. Maar het is dus wel van belang dat de juiste partij daar iets over zegt. Misschien gelooft u niet als Madison Gurka zou zeggen dat ik ouder dan 18 ben. Ja? Dus daar zit een balans in dat de juiste partij iets over mijn gegevens moet zeggen. En deze attributen die ik hier heb, die kan ik dus selectief laten zien. Nou, stel ik heb zo'n systeem, zo'n mooi systeem waarbij ik attributen heb en daar kan ik wat mee doen. En ik gebruik de hele tijd de term attribute-based credentials, met reden. En er zijn misschien sommigen van u die dit niet onder de term attribute-based credentials kennen, maar onder de term anonymous credentials. Dat is correct, dat mag. En de onderliggende technologie is inderdaad anoniem. Dat wil zeggen, wat wij gebouwd hebben, wat wij geïmplementeerd hebben, maakt anoniem gebruik mogelijk. Dus ik kan een anoniem scenario voor leeftijdscontrole, ouder dan 18, ouder dan 65 als ik korting wil in de bus, kan ik daarmee implementeren. Maar ik kan ook niet anoniem, dus puur identificerend gebruik doen. Bijvoorbeeld, ik heb mijn studentenkaart, die heb ik op mijn IRMA-kaart geladen als een credential. En ik ga daarmee mijn boeken ophalen. Die heb ik namelijk aangeschaft en dan moet ik aantonen dat ik inderdaad Wouter ben, dat ik inderdaad studeer aan deze universiteit. Identificerend gebruik. Zorgpas, ik ga naar het ziekenhuis. Dan willen ze niet alleen maar weten dat ik een zorgverzekering heb, maar ze willen ook graag weten wie ik ben, zodat ze mij tenminste het juiste soort bloed kunnen geven. Dus daar zitten gradaties in van anoniem via pseudoniem naar identificerend. En dit is allemaal mogelijk. En als u kijkt naar bestaande systemen, dat gaat goed. Dit, misschien, dit, meestal niet. Oké, nou zijn er net als bij paspoorten, bij een IRMA-systeem en zometeen komt een demo. Dat is misschien wat tastbaarder dan wat ik op dit moment aan het vertellen ben. Dit zit helaas, de eerste stap zit helaas niet in de demo. Op het moment dat ik begin, net zoals dat ik begin met mijn fysieke paspoort, ga ik naar het gemeentehuis en krijg ik daar mijn paspoort. Zo ook met
credentials op een IRMA-kaart. Ik ga naar een issuer. Ik zeg, hey, ik ben Wouter Lux. Dan zegt die issuer, dat is leuk, ik weet wat dingen over jou. Wil jij daar een credential van hebben? Vervolgens krijg ik een credential met hierin bepaalde waardes die die credential issuer heeft bedacht. Nou heb ik dat credential en ik heb dat credential op zak. Vervolgens kan ik iets doen. Een paar dagen later kan ik bijvoorbeeld naar een verifier gaan. En die verifier zegt van, nou beste Wouter, laat jij eens zien, om maar bij het saaie slijtervoorbeeld te houden, laat jij maar eens zien dat jij ouder bent dan 18. Nou heb ik toevallig 3 dagen geleden bij de gemeente mijn leeftijdscredential opgehaald, dus die kan ik laten zien aan de verifier. En de verifier kan dan inderdaad laten zien, deze jongen is ouder dan 18. En ik heb de keuze om op dat moment te zeggen, aha, maar wel mijn leeftijd, maar niet mijn naam, niet mijn burgerservice nummer en niet mijn volledige geboortedatum. Dus dat is één ding. Dat is een keuze die de gebruiker hier aan deze kant heeft. En de verifier controleert dan, ah, dat zit allemaal goed in elkaar. Er staat hier ook nog iets anders. Verifier certificate. Waarom hebben wij dit bedacht? Dit is een van de dingen die je oorspronkelijk op het moment dat je begint met dit systeem, weet je niet dat je dit nodig hebt. Nou, waarom is dat? Nou, stel deze verifier denkt, nou, dat is mooi. Wat nou als ik wel om Wouters naam vraag en wel om Wouters burgersummen en wel om Wouters geboortedatum? Als Wouter nou niet oplet, dan vindt hij dat allemaal prima. Misschien kan Wouter wel helemaal niet zien wat er gevraagd wordt. Op het moment dat namelijk dit het enige is wat ik op zak heb, mijn smartcard zoals u die allemaal kent, daar zit geen display op. Dus hoe kan ik eigenlijk zien waar die verifier om vraagt? Dus op dat moment heb ik een andere controle nodig over welke informatie die ik prijsgeef. Er is nog een tweede controle die ik zo meteen zal laten zien aan u, maar de eerste beschermingslinie die wij daarvoor hebben opgeworpen is een scheme authority. Een soort van, nou ja, laten we zeggen, benevolente dictator die zegt van, oké, slijter. Nou, die mag wel iets over leeftijd weten, maar burgerservice nummer heeft hier niks mee te maken. Dat staat opgeslagen in dit verifier certificate en mijn IRMA-kaart controleert voor mij of deze verifier niet meer vraagt dan die zou mogen vragen. Nou, waar zou zo'n attribute-based credential systeem nou aan moeten voldoen? Iets wat bij u voor de hand ligt, misschien meteen om te zeggen van, nou ja, hij moet veilig zijn. Want dat is goed, veiligheid is goed. Staat daar misschien ergens bij, beveiligingsonderzoek, security by design. Privacy by design staat er dan weer niet bij. Maar laten we eens beginnen met veilig. Dat betekent dus, net zoals met standaard certificaten, ik moet niet mijn eigen certificaat kunnen verzinnen. Nee, alleen maar de rechtmatige uitgever mag een certificaat kunnen maken. Oké. En stel nou, ik heb een credential gekregen. En ik geef die aan Remco, want Remco wil graag weer student zijn. En ik geef dat credential aan Remco. Ook dat is iets wat ik niet zou mogen doen. Iets wat ik wel kan doen, en dat is een beetje vervelend, en dat zult u zien, dat zit met veel van dit soort systemen. Als ik dit kaartje pak, die van mij is, en ik geef die aan Remco. Online. Als hij mijn pincode weet, geen probleem, gaat allemaal goed. Ja? Net zoals bij ieder ander systeem, als ik mijn Facebook gebruikersnaam en wachtwoord aan iemand geef, kan die mij zijn op Facebook, zonder dat Facebook dat doorheeft. Dus er zitten hier inherente beperkingen aan, puur omdat we iets online aan het doen zijn. Oké, dat is aan veiligheidskant. Wat betreft privacy? Selective disclosure heb ik het al over gehad. Je kunt dus selectief bepaalde attributen prijsgeven en andere niet. Er is ook nog iets anders. Op het moment dat ik dit kaartje gebruik, bij slijter 1, bij slijter 2, zorgt het systeem ervoor dat ik die twee niet kan koppelen. Ja, dus dit systeem zorgt ervoor dat zolang ik niet mijn burgerservice nummer prijsgeef, als ik dat doe, dan is dat makkelijk. Als ik dat niet doe en alleen maar prijsgeef ouder dan 18, is dit gebruik niet koppelbaar. Dus alle profilering die
standaard bij dit soort systemen naar boven komt, zijn opeens onmogelijk geworden. Dat is één aspect daarvan. Daarmee weet ik in ieder geval dat als ik mijn kaart gebruik, ik daar geen problemen mee krijg. Maar welke andere partij zou eventueel nog mij kunnen volgen? Ook de uitgever van het credential zelf, die weet namelijk best veel over dat credential dat hij mij net gegeven heeft, heeft de mogelijkheid om mij te volgen. En in een goed systeem kan ook de uitgever van het credential mij niet volgen. Waarom is dat nou van belang? Nou, bijvoorbeeld op het moment dat de uitgever de overheid is. De overheid heeft al relatief veel macht om mijn gedrag te volgen. En persoonlijk introduceer ik liever een systeem waarbij de overheid daar niet daarbovenop nog eens een keer veel extra mogelijkheden krijgt. Nou, had ik cryptografie beloofd? Dit is mijn cryptografie slide. Want om dit te kunnen doen, om dit enigszins goed uit te kunnen leggen, heb ik een slide of 6, 7, 8 nodig met redelijk zware wiskunde om u een idee te kunnen geven van wat er hier allemaal gebeurt. Dus vandaar deze slide waarbij ik eigenlijk alleen maar schets welke conceptuele dingen nodig zijn om zo'n systeem te bouwen. Allereerst om die koppeling tussen uitgevende instantie en het credential dat ik krijg. Want in zekere zin zet hij een handtekening. Nou, u weet, op het moment dat ik een handtekening zet, dan zie ik ook het resultaat. Ook als dat een digitaal certificaat is, een digitale handtekening. Ik zet die handtekening, ik zie het resultaat. Maar op het moment dat ik dat resultaat zie, kan ik dat ook herkennen. Dus ik moet in plaats van een gewone handtekening een zogenaamd blind signature zetten, waarbij ik weliswaar teken, maar net niet helemaal kan zien wat ik allemaal teken. Interessante constructie, kan bijvoorbeeld met RSA, kan ook met andere dingen, maar zeker leuk om een keer op te zoeken mocht je een keer een middagje wiskunde willen doen. Dan vervolgens, op het moment dat ik een aantal attributen weglaat, dus ik laat attributen niet zien, die zitten er wel in. Die zitten wel op een of andere manier in dat credential verstopt. Als ik ze niet wil laten zien, moet ik daar toch iets mee doen. En wat er wiskundig gebeurt, is dat ik een zero knowledge proof heb waarmee ik aantoon, oké, ik weet ze wel. Ik weet ze echt wel. Believe me. Maar ik ga ze niet vertellen. Dat is het zero knowledge proof. En dan tot slot, het resultaat wat ik krijg, een deel laat ik weg, een deel laat ik zien, bijvoorbeeld mijn telefoonnummer. En tot slot moet ik nog, wat ik dan nog overhoud, iedere keer een klein beetje veranderen, zodat dat niet steeds hetzelfde is. Dus dit zijn drie technieken die je nodig hebt om anonieme credentials te kunnen maken. En dit is hartstikke leuk, maar zoals ik zei, dit netjes uitwerken, een slide of 8. Dit is een Irma-kaart, voor u nog wat groter weergegeven dan ik hiervoor kan laten zien. Hij ziet er inderdaad ongeveer zo uit zoals ik hier op mijn slides heb laten zien. En daar zit een pasfoto op. Met de simpele reden dat op het moment dat ik deze kaart offline wil gebruiken, iemand kan controleren, dat is inderdaad dezelfde persoon. Maar verder geen gegevens, want alle andere gegevens die zitten binnen in de kaart. Nou, binnen in de kaart, daar zit een chip. Hij heeft ook een contactloze interface, net zoals de OV-chipkaart bijvoorbeeld. En mogelijkerwijs bent u bekend met een Java-kaart die dit soort chipkaarten maakt. Helaas kunnen we die niet gebruiken omdat wij veel crypto doen. Veel meer crypto dan alleen maar een RSA-handtekening. Want we moeten namelijk ook die blindering doen. We moeten die zero-knowledge proofs doen. We moeten die blind signatures doen. En voor al die dingen moet ik relatief veel crypto doen en daar moet die crypto ook enigszins snel voor zijn. Wat wij hier hebben zijn Multos-kaarten om de doodsimpele reden dat wij daar wel toegang hebben tot de crypto-coprocessor. Dus als wij modulair moeten kunnen rekenen, dan kan dat en hebben we daar niet een of andere vieze hack dan wel softwareoplossing voor nodig. Want wij wilden dit alles nog enigszins snel houden. Enigszins betekent transactietijd ongeveer een seconde met snelle kaartlezer.
Dus op het moment dat je dit doet met een fatsoenlijke kaartlezer, kun je je credential laten zien in ongeveer een seconde. Iets meer als je al je attributen verborgen houdt, iets minder op het moment dat je dat niet doet. Uiteraard. Heel goed. Zeer scherp. Er staat op de achterkant van deze kaart er staat een nummer. Dat nummer is willekeurig. En dat nummer is voornamelijk voor lost and found doeleinden. Dat nummer zit dus wel fysiek aan de buitenkant van de kaart. Maar niet digitaal aan de binnenkant. Dus ik kan hem dus niet gebruiken om mee te traceren. Maar als u bijvoorbeeld een Irma-kaart zou vinden, dan kunt u zeggen van, hé, ik heb een Irma-kaart gevonden met nummer 403 nog wat. En hem opsturen. En dan kunnen we hem weer bij de juiste persoon terugbezorgen. Dat is het enige waarvoor die gebruikt wordt. Dus het is een identificatie aan de buitenkant. En we kunnen daarover twisten of dat daadwerkelijk een goede oplossing is. Of dat we op dat moment moeten zeggen, nou gooit hij hem maar in de prullenbak. Maar daarom zit hij daar. Oh? Maar die beslissing kun je zelf nemen door dat nummer uit te wisselen. Bijvoorbeeld, ja. Over nummers gesproken. Wie is er al bekend met smartcards? Die smartcards hebben een UID. Oeps. Een UID is meestal hetzelfde. Dus wij doen heel veel werk. Crypto allemaal netjes. Allemaal netjes anoniem. Niet traceerbaar. Als ik hem hier gebruik en daar gebruik, is dat niet koppelbaar. Zit er verdorie zo'n UID op die smartcard. Dus je moet je best doen. Deze kaart heeft een randomized UID. Daarbij is de UID dus iedere keer anders. Dus ben ik mijn traceerbaarheid daarmee kwijt. Maar je moet, als je anonimiteit wil, op het moment dat je privacy wil, moet je over alle lagen heen de hele tijd zorgen dat je niet traceerbaar bent. Dat is best lastig. Goed, voor een demo. Ik heb hier mijn kaart, daar staat een studentenkaart op. En ik heb hier een simpele applicatie. Je kunt het helaas achterin misschien net niet helemaal lezen wat er allemaal op staat. Misschien is dat al vanaf rij 3. Daar staat, ik kan het voorlezen, daar staat op dat deze applicatie graag mijn student credential wil controleren. Nou, die staat op deze kaart. Op dat moment kan ik ervoor kiezen om dat aan te bieden. Dit logootje is ondertussen veranderd en uiteindelijk staat er iets groens en er staat zelfs een vinkje in dat hij inderdaad mijn student credential heeft geverifieerd. Nou, kunt u ervoor kiezen om mij niet te geloven dat dit allemaal netjes anoniem is gebeurd. Dat is het wel. Maar wat u ook niet kan zien, en wat misschien een veel betere vraag is, is heeft deze applicatie niet stiekem ook mijn adres uitgelezen? Want ik was een nietsvermoedende gebruiker. Op dit scherm staat iets, maar ik heb geen manier om de authenticiteit van deze applicatie te controleren. Dus hoe weet ik nou dat deze applicatie niet ook mijn adres heeft uitgelezen? De eerste beschermingslaag is wederom dat verifier certificate. Dat zegt van, aha, maar deze verifier die mag alleen maar een studentenkaart lezen en niet iets anders. De tweede controlemogelijkheid is dat wij een andere applicatie hebben en de mensen vooraan moeten dat dan maar even beamen, waarmee ik een overzicht kan krijgen van de credentials die ik op mijn kaart heb staan. Gewoon om te zien wat ik heb. Maar ook een lijst kan krijgen waar ik doorheen kan scrollen wat er gebeurd is. En hier kan ik dus zien, ah, zo net, een halve minuut geleden, is er gevraagd naar mijn credential, mijn student credential, en zijn geen van mijn attributen uitgelezen. Dus op deze manier kan in ieder geval de gebruiker achteraf controleren wat er gevraagd is aan de kaart. Dus nou heb ik een 2 lagen van bescherming. Nou, verifier certificate plus de gebruiker kan achteraf zelf zien dat bol.com, die misschien best wel om mijn creditcardnummer mag vragen, dat niet gedaan heeft op het moment dat ik een beschermd boek wilde bekijken. Ja? Oké. Dat is de hele korte demo. Wil je achteraf dat nog een keer zien? Kom gerust even langs. Ik ben hier nog de hele dag en ik heb dit bij me, dus dan kunnen we daar verder over praten. Wat ik helaas niet kan zien is dat we ook bijvoorbeeld een online demo hebben, waarbij je dan wel met kaartlezer, dan wel via je mobiele telefoon, allemaal
mooie dingen kan doen, maar omwille van de zichtbaarheid slaan we dat over. Meneer heeft een vraag. Die history van transacties, waar wordt die bewaard? Die wordt op de kaart bewaard. Dus ik gebruik mijn kaart en mijn kaart die krijgt een verzoek binnen om een studentencredential te laten zien. Controleert dat Verifier certificaat, zegt, oh dat is goed, dan mag ik dat doen. En vervolgens bewaart hij op de kaart in zijn permanente geheugen, ik heb student credential laten zien, geen attributen getoond. Zodat ik dus achteraf aan mijn kaart, die ik dus vertrouw, kan vragen van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Yes. Dat kan die niet. Dat is dus het probleem. In zekere zin kan die dat niet. Zeker niet in deze situatie. Want dit is namelijk een terminal. En dat is trouwens, dat is wel interessant. Op het moment dat u uw pinpas in een pinterminal steekt, kunt u dat ook niet. De eigenaar van de pas kan dat niet zien. Maar in dit geval, in ieder geval, kan ik achteraf nog wel zien wat er gebeurd is. Dus kan ik op een gegeven moment heibel gaan maken op het moment dat ik denk dat het de terminal bij de Albert Heijn is. Maar uiteindelijk blijkt bol.com mijn creditcardgegevens gelezen. Dat was misschien niet helemaal de bedoeling. Dus, maar dat is een goede vraag. Je kunt dat niet zien. Op het moment dat ik mijn kaart via de computer verbind, zou dat wel kunnen. Op dat moment zeg je van, nou, mijn computer, die vertrouw ik in zekere mate. Dus kan ik op mijn computer nog een keer om toestemming vragen. Hé, deze website die vraagt om. En kan ik daarmee extra toestemming geven. Dus smart cards, leuk. Maar er zitten wel risico's aan. Laatste vraag, daarna wil ik wel graag verder. Maar gaat u gang. Dat is een hele goede vraag. Wat u net niet kon zien, en dat is helaas door de schaal, kan ik dat ook niet aan u laten zien op dit moment. Maar voordat ik mocht zien, in zekere zin aan de managementkant van de kaart, mocht zien wat ik allemaal gedaan heb, moest ik een pincode invoeren. Om dat te kunnen zien. En die pincode is ook anders dan de pincode die ik bij regulier bijvoorbeeld online gebruik zou gebruiken. Dus dat is de bescherming die wij hebben. Is die bescherming afdoende? Misschien met malware op de tablet wel niet. Tot zover allemaal leuk. Al een paar goede vragen uit het publiek. Er zitten nog wat extra nadelen aan Irma. En eigenlijk aan ieder digitaal elektronische identiteitssysteem waar je pas achterkomt op het moment dat je dat gaat doen. Dus vandaar de dark side. Bijvoorbeeld, stel nou ik ben Facebook. En ik ben erachter gekomen dat deze prettige inwoners van Nederland allemaal zo'n fijne kaart hebben. Inwoners van België allemaal zo'n fijne kaart hebben. Waarbij hun naam staat. Dus waar voorheen de real name policy van Facebook vooral een policy was, die ze maar tot in beperkte mate konden uitoefenen, en u misschien wel een Facebook-account heeft met niet uw echte naam, kan ik op het moment dat ik bijvoorbeeld zo'n ding heb, of een Belgische EID of een Duitse EID, opeens gedwongen worden, onomstotelijk, mijn naam prijs te geven. En misschien wil ik dat wel helemaal niet. Misschien vind ik wel dat Facebook helemaal niet het recht heeft mijn echte naam te hebben. Misschien wil ik wel ergens informatie hebben en moet ik daar mijn adres op geven, waarbij die website zegt, nou meneer, komt u maar met uw Irma-kaart, met uw EID, stopt u er maar even in, dan weten we tenminste dat dat goed is. Dat is prima als ze mij een dure telefoon of een simkaart willen opsturen. Misschien iets minder gelukkig als ik verwacht dat deze partij mij misschien een heleboel spam gaat sturen in plaats van nuttige dingen met mijn informatie gaat doen. Dus waar ik op dit moment de mogelijkheid heb om te liegen,
om te zeggen van, ha, sorry, gaat niet gebeuren, die informatie krijgt u niet van mij. Heb ik dat met een krachtig elektronisch identiteitssysteem, ben ik die mogelijkheid kwijt. En let wel, dit geldt dus niet alleen maar voor Irma, maar dat geldt voor algemene elektronische identiteitssystemen. Maar is wel degelijk een probleem. Is wel degelijk een risico waar u en ik over na moeten denken, willen we dit eigenlijk wel? En user in control, dat betekent ook dat die gebruiker wat moet doen. Ja, die gebruiker die moet wel zelf in zijn logs kijken, wat is daar gebeurd af en toe. Als die dat niet doet en alles maar best vindt, dan is de enige bescherming die benevolente dictator die wij maar bedacht hebben, die daar overheen zit. Maar wie moet dat dan zijn? Moet dat dan de overheid zijn? Vertrouwen wij met z'n allen de overheid? Nou, misschien wel, misschien niet. Misschien steeds minder. Dus dat is lastig. En ja, Dave, ik weet niet of Dave zo slim is. Ik weet niet of Dave dat allemaal wel kan. En u merkt misschien aan dit verhaal, dit is geen makkelijk verhaal om te verkopen. Ondanks dat dit privacyvriendelijk is, ondanks dat dit wat mij betreft een goed idee is. Waarom zou ik dat willen? Ik vond namelijk ook de cookiewet een goed idee. Ik denk de rest van Nederland niet meer nadat ze iedere keer die cookiebanner zagen. Dus dit hele geheel is lastig. Dus ondanks dat wij bedenken privacyvriendelijke oplossing is goed, daarmee wegkomen op een goede manier zonder dat dit een flop wordt, is nog een tweede. En dan een ander ding van die privacyvriendelijkheid. Dat is goed, hè? Als ik dat ding twee keer gebruik, dan kan ik niet zien dat ik dat twee keer was. Dat is fijn. Maar die slijter, die kan dat ding, die heeft zo'n lijst met transacties. Maar die kan op geen zinnige manier aantonen dat hij dat inderdaad gedaan heeft. Want hij kan al die gegevens falsificeren. Dat is namelijk een eigenschap van die anonimiteit die hierachter zit. Dus een controleerbaarheid die wij tegenwoordig in het dagelijks leven verwachten, dat we de boeken nog eens een keer kunnen nakijken of dat allemaal goed is gegaan, die raak ik kwijt. Die moet ik voor een deel opofferen om privacy te krijgen. Ik zeg, accepteren, gewoon doen, maar misschien dat er andere mensen zijn die daar anders over denken. En dan tot slot, ach, als ik zo'n bivakmutsje opzet, dan ben ik wel weliswaar anoniem, maar ik denk dat velen van u een andere associatie hebben met iemand met een bivakmuts op. Dus dit is gevaarlijk en ik denk dat dit ook een standaard reflex is bijna om te zeggen van, nou, anonimiteit heb je niet nodig. Ik denk dat velen van u misschien zeggen van, ja, toch maar wel anonimiteit, daar zitten wel degelijk voordelen aan. Maar er zijn ook veel naysayers die zeggen van, nou ja, dat moeten we misschien maar niet doen. Dus er zit hier een heel spel achter, naast die mooie technologie, naast die technologie die wel privacyvriendelijk is, wat dit lastiger maakt. Dus wat moet je dan doen? Moet je dit dan doen? Moet je dan dit ontwikkelen? Moet je dit dan pushen? Moet ik hier dan staan en zeggen, dit is goed? Of moet ik dan zeggen, ja, dit is leuk, was een academisch speeltje, nooit aan beginnen. Dat is lastig. En het enige wat ik daarop kan zeggen is dat in zekere zin de strijd al gestreden is. Weliswaar niet in Nederland, maar dan toch in ieder geval Duitsland, Estland en België, waar ze al zo'n kaart hebben. Waar ze al zo'n digitale oplossing hebben. En de nadelen die ik net schetste, gelden bijvoorbeeld ook voor de Duitse kaart. Die is weliswaar een beetje anoniem. Deze en deze zijn niet anoniem, maar dat betekent nog steeds dat Facebook heel goed zijn real name policy uit kan oefenen. Ja, dus ik zou zeggen, gegeven het feit dat ze er toch zijn, dat ze er toch komen, is het belangrijk dat we nadenken over privacyvriendelijke oplossingen. En wat mij betreft, gebaseerd op attribute-based credentials, dit is de website. Er zijn nog andere uitdagingen waar wij over na moeten denken. We hebben op dit moment een kleine pilot gedaan. Wij zouden graag een wat grotere pilot doen.
dan staat hier iets heel engs. Er staat 1024 bits, dan denkt u aan RSA en dan denkt u, dat is wat weinig. Dat klopt. Dus dat willen we graag wat groter maken. Op dit moment ondersteunt de kaart dat helaas niet. Ik kan nog steeds mijn kaart aan Remco geven. Is er een mogelijkheid om dat te voorkomen? Een deel van mijn onderzoek, mijn eigen onderzoek, is... kunnen we dat op een of andere manier op een privacyvriendelijke manier detecteren... en alleen maar misbruik afstraffen? Maar u voelt al aan, dat is niet het allermakkelijkste. Dank voor uw aandacht. We hebben nog een paar minuten over. Zijn er nog vragen? Er zitten hier twee vragen in. De eerste vraag is, krijg ik op het moment dat je een dergelijk systeem introduceert, krijgen bedrijven dan nog alle informatie die ze willen? En de tweede vraag is hier markt voor? Wat betreft de eerste vraag, net zoals nu, staat het bol.com vrij om mij om mijn adresgegevens te vragen. Dat kan nog steeds. Ze mogen mij ook om mijn burgerservice, dat mogen ze trouwens niet, laten we zeggen, ze mogen mij ook om mijn geboortedatum vragen. Of ze dat nou nodig hebben of niet, dan kunnen ze mij een verjaardagscadeautje sturen. Dus ze mogen dat nog steeds vragen. Het enige is, wat je met een dergelijk systeem krijgt, is dat je ook authentieke informatie kan krijgen. Ik kan ervoor kiezen om te liegen bij bol.com en te zeggen dat ik niet op 28 december jarig ben. Ja? Op het moment dat ik deze gegevens van dit kaartje krijg, kan ik niet meer liegen. En dat is het grote verschil. Dus de bedrijven kunnen nog steeds al die informatie krijgen. Het probleem is alleen dat op het moment ze dat verifiëren met een EID, ik geen mogelijkheid heb meer om te liegen. Wat betreft businessmodel, ja, dat is lastig. Want uiteraard een systeem waarbij bedrijven altijd alle informatie krijgen, is rendabeler dan een systeem dat anoniem is. Dan een systeem waarbij ik met mijn smartcard iets kan doen zonder dat daar een derde partij tussen zit die daar geld aan kan verdienen. Maar daarvoor zou ik zeggen, maar dat is wel goed voor onze privacy. Meneer. Ja, ik zag daar Surfnet bij staan. Ja. Die wil dat gaan gebruiken, blijkbaar als studentenkaart. Surfnet is hier niet zo. Die hebben op dit moment, voor zover ik weet, daar niet een heel concreet doel mee. Maar die willen wel dit onderzoek stimuleren. Dus vandaar dat er zijn een aantal mensen met Surfnet die werken hier aan mee. En zorgen ervoor dat wij voor een deel ons onderzoek kunnen doen. Ja, dus adviseren om ervoor te zorgen dat inderdaad in de non-profit sector daar een markt creëert. Ja. Want met name een traceable transactions, daar is ook David Chang volgens mij mee begonnen. Je hebt ook een bedrijf gehad, DigiCash. Ja. Met pinbetalingen die je niet kon tracen. Dat is het nooit geworden, juist vanwege het feit dat volgens mij banken daarin. Nee, maar niet. Meneer noemt hier bijvoorbeeld het voorbeeld van untraceable transacties van David Chaum, wat inderdaad enigszins geflopt is. Maar daarvoor zou ik zeggen, niet alleen maar banken willen daar niet aan, maar ook overheden willen daar niet aan. Want het is namelijk heel vervelend als je geldstromen niet na kan gaan. Bitcoin is ook vervelend. Alleen inderdaad, wat dit betreft zou ik zeggen, je moet dit wel vanuit overheidswegen inzetten. Dat ben ik met meneer eens. Even kijken, laten we het daar eens verder gaan. Ja, mits. Dit kan. Ik bedoel, alles wat je op deze smartcard kan, alles wat op deze chip kan, kan ook op je mobiele telefoon. Dat is zeker waar. En daar komt bij dat het dan misschien wat sneller wordt. Dat zou een goed voorbeeld zijn. Voordeel zijn. De crypto, en dat is misschien belangrijk om te vertellen, in tegenstelling tot andere oplossingen. Wij hebben niet nodig dat deze kaart veilig is. Dat is wel handig. Maar als deze kaart niet veilig is, dan kunt u niet opeens allemaal credentials maken. Dat kan met de Duitse kaart overigens wel. Dus op het moment dat u daar de kaart open kan breken, kan zien wat er binnen de kaart zit, is iedereen opeens ouder dan 18. Ja? Dus dat is een
voordeel van ons systeem. Wat dat betreft zou ik zeggen, ja, mag op de mobiele telefoon. Aan de andere kant, het feit dat ik een fysieke handeling uitvoer met mijn kaart, waar ik controle over heb, die niet automatisch kan, omdat deze namelijk in mijn portemonnee zit, vind ik een nadeel van het gebruik van mijn mobiele telefoon, waarbij dat eventueel via malware in één keer kan gebeuren. En wie ook al over nagedacht als key voor die kaart gebruik al een vingerafdruk? Dat zou leuk zijn. Het is alleen, en het is daadwerkelijk wel interessant om biometrie op een of andere manier hier te integreren. Het is alleen heel lastig om dat vervolgens ook in de crypto-kant te integreren. Je kunt dat altijd softwarematig doen, maar ik zou graag daar een harde koppeling krijgen tussen mijn biometrie en het daadwerkelijk ontsleutelen van bepaalde informatie op de kaart. En voor zover ik weet zijn we helaas nog net niet zo ver. Dat klopt. En dat is ook, dus vandaar ook die benevolente dictator. Die dus die certificaten moet tekenen en die hopelijk, net zoals alle CA's in de wereld, perfect veilig zijn. Behalve bepaalde Nederlandse. Dat is een zwakte. Dat geef ik meteen toe. En dat zou heel vervelend zijn op het moment dat dat gebeurt. Het enige wat ik daarvan zou kunnen zeggen is, op het moment dat dat gebeurt, kun je in ieder geval zien dat dat gebeurt. Dus je kunt in ieder geval in je log zien van, hé, maar wacht, als ik daar die terminal doe, hier vooraan bij de receptie, dan zijn opeens al mijn persoonsgegevens op straat. Dus dan heb je in ieder geval detectie en middelen om eventueel daar buitenom in te grijpen. Is dat perfect? Nee. Sorry? Ja. En Ja, maar net als met DigiNota, op het moment dat ik inlog bij Google terwijl iemand daartussen zit, is dat kwaad ook geschied. Dat is heel vervelend. Ik zie daar helaas geen echt goede oplossing voor op dit moment. Maar misschien dat we daar later eens verder over na kunnen denken. We hebben nog tijd voor één vraag en dan is de tijd op. Kun je niks tegen doen. Het enige is, en dat is wel, als ik dat bedrijfje zou zijn, dan verzamel ik ook informatie via een andere weg, die niet van een IRMA-kaart afkomstig is, en zeg gewoon, ja, daar heb ik ook van die IRMA-kaart gehaald. Want dat kunt u namelijk niet. U kunt niet bewijzen dat die gegevens authentiek zijn. Dus de winkelier kan zien dat ze authentiek zijn. Dus waar ik mijn kaart gebruik, kan de winkel zien dat ze authentiek zijn. Maar die winkelier kan vervolgens niet dat doorverkopen. Dus hij kan weliswaar de gegevens doorgeven, maar hij kan niet het bewijs doorgeven. Nee, maar als ik dat proces beschrijf, dan zal denk ik... Maar goed, zoals ik al zei, als ik u was, dan stop ik daar ook wat extra informatie in. Misschien niet zo betrouwbaar, maar ja. Ik zou dat niet doen. Dat is een ander verhaal.